In twee culturen op een kussen. Daar ligt Rijnman tussen. Mijn gasten van vandaag, dames en heren. Zangeres Sharon Dawson en haar vriend Bruno Montero Tavares. Ja, die missing angel is natuurlijk voor Sharon. Maar die Tavares is voor Bruno. Want ja, Tavares, ben je familie van? Helaas niet. Niet? Oh, denk... Montero Tavares. Montero Tavares. Die Tavares hebben ze gewoon... Je opa was fan. En die dacht van, ik gooi die naam gewoon erachteraan. Ja, extra lang, hè? Extra lang, ja. Ja, want jij komt van Caverdia. Ik kom van Caverdia. Dan hebben jullie echt iets met extra lange namen, hè? Ja, ik heb een Caverdian gezien die gewoon Jan heet. Niet? Dus altijd door de Dolf Oliveira, bam, bam, tot daar, ja. Ik denk dat uit Portugees, zeg maar. Dus het Portugees is, ja, dat, komt er vandaan, ja. Nou, jij bent Caverdians. Sharon, jij bent gewoon Dawson. Ik ben Dawson. Dawson. Ja. Ja. En jij bent half Nederlands, half Surinaams. Ja, klopt. Ja? Ja. Hoe, van welke kant is wat? Mijn vader is Surinaams, mijn moeder is Nederlands. Maar mijn moeder is eigenlijk meer Surinaams dan mijn vader. Ja? Je moeder, maar, ja, mijn vader is geadopteerd, dus ja, mijn moeder die kan wel echt, zeg maar, Surinaams koken en zo. En je vader is echt gewoon een Nederlander met, ja, een kleurtje. Mijn vader kan ook niet koken, nee. Maar je moeder is echt niet Surinaams, is ook een beetje luidruchtig en Billy Poco opzetten en zo. Weet jij? Ja, die is altijd van gezelligheid, hè? Ja, die moet echt goed dansen. Ja. Maar luidruchtig, oh ja, wel, ja, oké, we zijn allemaal, ja. Misschien, ja? Als we geïrriteerd raken, dan zeg ik, zo, maar... Dan komt het naar buiten. Ja. Maar voel jij je Surinaams of Nederlands? Ik voelde me echt allebei, laat ik het zo zeggen. Ja. Ik ben, ik denk, 5 jaar geleden voor het eerst in Suriname gegaan. En toen ik daar kwam, toen dacht ik echt wel van, wauw. Ja, ik dit is ook op, echt een gedeelte, ja, van mij, zeker. Okay. Maar ik kan het niet spreken en zo. Nee. Ah, is die erg, ik ook niet. Nee. Heb ik voor mijn integratiecursus moeten zeggen. Maar even, waar heb ik al ontmoet? Daar ben ik wel benieuwd naar. Rotterdam. Of course, zo. Dat is nu, vroeger was het discotheek, hip. Ja, nu is het niet meer zo hip. Nee, vind ik. Maar gewoon heb je dat je zag de Sharon Dawson in de discotheek. Ja, zoals aan het optreden dus. En optreden met gewoon gaat chanten. Ja. Ja, gewoon ik was flyer, met flyer. Ik zingen was, dus ik dacht, ja? Wat gaat deze gast nou doen, weet je? Maar toen zag ik hem die week erop en toen was het gelijk kling. Aan, en toen, ja, ik was wel hot en Sharon kwam. Ik was wel hot. Ik val bijna uit bed. Nee, blijf nog even liggen. Blijf nog even in bed. We hebben het even aan nodig. Nee, ja, we gaan even wat vragen stellen over jullie beide culturen. We gaan even voor jou een vraag. We kijken even naar een clip, een stuk van een videoclip uit Caverdia. Kijk even mee. Oh. Ja, ik heb het gezien. Ja, en toch niet napluiten. Dat vind ik heel stoer. Ja, dat is het. Maar dit is Caverische muziek, echt typische Caverische muziek. Ja. Hoe heet deze muziekstijl? Ik denk kuduro. Hm? Heb ik het verkeerd gezegd? Oh, hij heeft het voorgezegd. Sorry, nee, niet kuduro, maar het was funana, hoor ik ook. Wat? Funana. Ja, helemaal goed. Wat goed van jou. Ja, dat is, ja. Of funana of funana, hoe zeg je dat? Funana. Funana, funana. Ja. En wat was die andere muziek die ze kuduro noemde? Kuduro. Wat was dat dan ook weer? Ja, dat is, zeg maar, echt zo'n, net bijvoorbeeld Afrikanen dans. Wat ze hebben, die Azonto en alles, dat soort dingen. Dat maar dan kuduro, dat is echt gewoon als je net bijvoorbeeld Surinamers en Winti misschien hebben. Dat is meer tribal, dat is meer tribal, zeg maar. Ja, dat is Oké, goed. Zeg maar, het was goed eigenlijk voor... Ja. Dus kreeg ze applaus voor goed. 1-0 van Sharon, 1-0, oké. Bruno, we hebben natuurlijk ook een vraag. Voor jou speelt de band een stukje muziek. Luister even goed. Zo, daar was hij was. Ja. Het klinkt mooi. Het klinkt mooi, maar hoe heet deze stijl? Nou, nu kan ze je niet voorzeggen, dat is duidelijk. En niemand die me helpt of zo hier zo? Biggie Poku, duidelijk. Nee. Niet, oh jammer. Nee. Nooit naar de hudde staan ze luisteren. Duidelijk, duidelijk. Oh. Die vinden alles Biggie Poko. Als het maar Biggie is. Nee, jij bedoelt Kaseko. Kaseko klinkt zo. Kaseko klinkt zo. Leuk klinkt Kaseko. Groot verschil. Wat jij moest zeggen was Kawina.
Kawina-muziek is dat. Ja, dat, en, dat komt, je had het net over de wintercultuur. Dat komt echt uit de wintercultuur. Okay. Dus dat is, dat is onze vorm van, hoe heet het in het andere weer? Kuduro. Kuduro, ja, dat is onze kulturu. zeg maar. Wat hebben jullie gemeen met elkaar? Ik bedoel, wat, als jullie kennen elkaar, wat hebben Suriname en Surinamese cafeïders gemeen met elkaar? Ik denk toch eten. Wel, het eten, maar ook wel echt de gezelligheid, hè? Ja. Die twee dingen. Bij ons, familie is zeg maar heel belangrijk en ja, wij kunnen wel goed met elkaar omgaan, zeg maar. En dat is ook wel, de beide families samen? Ja, zeker. Ja, we gaan binnenkort echt met z'n allen, zeg maar, met zijn moeders en peetouders en mijn ouders gaan naar Caverdië. Dus dat is wel echt heel speciaal, ja. Ja, en jullie gaan ook met z'n allen op wintersport, heb ik gehoord. Ja, klopt. Ik ging voor het eerst zeg maar, op wintersport inderdaad. En, we hebben ook foto's, hebben die foto's niet van. Ja, kijk, maar dan vraag ik, heb je zo'n hele groep Caverdianen en Surinamers die daar komen dan op. Ja, hoe noem je zoiets weer? Die piste? Hoe reageren die Oostenrijkers? Oh mijn god, daar komen ze allemaal. Ja, maar ze zien een hele groep en dan gaan ze gelijk opzij, zeg maar. Ja, dus Nee, je kan elkaar wel snel vinden. Dat is waar. Dat is de familie, goed zo, ja, precies. Ik heb een vaste reporter, Shai Kreuger, en ik stuur haar altijd de straat op om te zeggen, nou, weet je wat, iemand uit Caverdië, iemand uit Suriname. Ja. Kijk even wat de mensen op straat weten van Caverdië. En dat vroeg ik aan Shai, maar Shai, ik wil eerst weten, hoe zeggen ze nou goeiedag in Caverdië? Tudrit mos, tudrit menine. Er zijn zo'n 30.000 Caverdianen in Nederland, waarvan 20.000 in Rotterdam. Damn, wat weten we eigenlijk over Cabo's? Wat weet je over Caverdianen? Café wat? Ja, warme mensen. Liefdevol. Meestal een kleurtje, lichte tint. Temperamentvol. Ik ben zelf Caverdiaans, maar ik weet niet zoveel. Nee. Waar zijn Caverdianen goed in? Hard werken, zeggen ze altijd. Muziek maken, denk ik. Klopt het? Werkt u ook een beetje hard? Nou ja, ik heb twee banen. Ik werk, doe mijn werk, ja. Welke taal spreken ze op Caverdië? Dat weet ik niet. Portugees. Ik denk Spaans. Raad eens. Ja, wat raadt deze jongeman voor taal dat ze spreken op Caverdië? Zegt hij A, Criollo? Nee. Zegt hij B, Papiamento? Of zegt hij C, Surinaams? Voor mij of voor zelf? Jullie mogen dat samen doen. Ja, ik denk dat je het weet. Ik denk dat je het weet. A, toch? Zeg maar. Criollo, dat zegt hij ook? Ja. Oh, dat zegt hij. Dat zegt hij. Ja, wat denk je wat hij zegt? Ik weet het niet. Ja, A. We zeggen gewoon A. Hij moet het weten, hè? Als je naar hem kijkt, knappe jongen. Ja, die moet het weten. Laten we kijken wat hij zegt. Raad eens. Surinaams? Nee. Oh, nee. Welke taal spreken ze in Suriname? Daar spreken ze in... Duidelijk. Duidelijk. Heb je ook gelet op school, hè? Maar het is wel een hele knappe jongen. Ja, dat is heel knap. Toch? Dat is wel een knappe jongen. Dat is heel knap. In ieder geval, ik heb cadeautjes voor jullie. Ik heb altijd cadeautjes voor mijn gasten. Leuk. Ja, jullie krijgen van mij de speciale pyjama met mij erop. Ze kunnen van me dromen. Ja. His and hers, ja, dat moet je, ja. Laat zij het bovenstukje dragen, draag jij het onderstukje of gewoon samen. Andersom, Nee, dit is small, andersom. Ja, zo, ja. Ja, alsjeblieft. Ja, dan kun je dat dragen. Maar ik heb nog één mededeling voordat ik jullie afkondig. Want vorige week had ik hier in de bed, had ik Soendos. Weet je nog, Soendos en de man waren vorige hier. En die maandag erop, die dag erna, zijn de vliezen gebroken en is ze bevallen. Ja, dat kwam door de show. Ik hoop dat je zwanger bent, dus beval je morgen. Nee, goed zo. Maar ze is bevallen van de prachtige dochter Aliyah. Dus lieve Aliyah, welkom op deze prachtige aarde. En om je hoop echt dat alles goed met je gaat. Ja. Nou, ik vond het te gek dat jullie er waren. Ja, zeg op veel applaus, dames en heren, Sharon en Bruno. Yeah. Thank you.